Hey, wat doe jij nou hier? Ik dacht dat jij die verticamentatitis had. Marissa, dat had ik verzonnen omdat ik weg moest voor een missie. Dat bestaat niet. Shh, niet zo hard. Jij moet me nog aansteken zodat ik morgen vrij kan nemen. Maar wat voor soort missie is het? De geheime soort. Kom op, vertel het me. Oké, best. Ik ben undercover als student op de Universiteit van Maryland. Oh, gemeen. Ik wil ook naar de universiteit. Ja, Marissa, dan moet je misschien eens gaan leren. Kom op, Kees. Waarom mag ik niet meedoen? Marissa, omdat je geen spion bent. Spionnen moeten altijd scherp zijn, improviseren, moeten tot het gaatje kunnen gaan. En jij, je hebt het gewoon niet. Hi, meneer T. U vraagt zich natuurlijk af waarom Kees hier op school is, zelfs nu ze die verticamentatitis heeft. Nou, ze stond op, kleedde zich aan, kwam hierheen, had niet eens door wat ze aan het doen was. Triest. Ik weet het, maar geen probleem. Ik breng haar wel naar huis en stop haar weer in bed. En wist u dat het zeer besmettelijk is? Wacht, dit is toch niet mijn badkamer? Dus ik heb het niet, hè? Donker gebrand. De bonen zijn gedroogd in olifantenpoep voor een extra kick. Oeh, jippie. Kikken. Oeh, kijk dan, wat een lekker ding daar. Harper, jij hebt een hele andere smaak dan ik. Mmm, yummy. Lekker. Oh, niet weer. Hey, Eliza, chill. Je vader is wel toevallig de president van de Verenigde Staten. En dan? Ik kan hem geen olifantenpoep schelen. En hey, Eliza Montgomery is dol op media-aandacht, dat weet je toch? Je vindt aandacht wel fijn, maar volgens mij wil je het van je vader. Vast. Ja, alsof papa weet dat ik besta. Hij heeft het zo druk met regeren dat ik het laatste ben waar hij ooit aan denkt. En dus misdraag ik me om zijn aandacht te trekken. Oké, misschien heb je een punt. Luister, je vader heeft je zien feesten als een beest. Oké, hij heeft gezien hoe je geschorst werd en bodyguards afschudden. Maar weet je wat hij je niet heeft zien doen? Een 10 halen. Dan zou hij echt compleet gaan flippen. Dan kan ik zeggen, dat wist hij niet, hè, papa? Dat ik mega goed kan leren. Alleen bak ik er niks van, meid. Ik help je er iets van te bakken, meid. Echt waar, meid? Echt waar, meid. Meid! Alleen jammer dat de bib niet open is. Eruit komen ging goed, erin lukt ook wel. Meid! Hey, wat doe jij nou hier? Ook leuk jou te zien. Wie is dat? Dit is Eliza. Eliza, dit is mijn vriendin. Clarissa. Mijn naam is Clarissa. En een vriendin van... Harper. Is een vriendin van mij. Oh, dit is mijn beat. Hoe heb je ons gevonden, Clarissa? Ik heb een neus voor feestjes. Twee woorden. Party. Dar. En dar is iets anders. En party dar is geen woord. Ik heb van party dar gehoord, maar ik wist niet dat het echt was. Oh, het is echt en ik heb het. Oké, maar wij moeten gaan leren. Oh, echt niet? Ik wil feesten met party dar. Tussen de sproeier en de robot? Het is een beetje oldschool, maar zo zit Clarissa in elkaar. Ik mag niet afgeleid worden. Ik moet Eliza in de gaten houden. Wat is er dan zo bijzonder aan haar? Oké, party dar, je hebt duidelijk geen actueel nieuws dar. Ze is de first daughter. Van haar familie die gaat studeren? Van de Verenigde Staten. Is ze de eerste in de Verenigde Staten die gaat studeren? Dat lijkt me sterk. Nee, Clarissa. Ze is de first daughter. De presidentsdochter. Oh, dus als je het niet erg vindt, ga ik... Oh. Oh, nee. Sorry.